Maak ook kennis met de Hybrid Plus van Panasonic. Dat is niet zomaar een warmtepomp, maar de slimste warmtepomp voor bestaande woningen met een cv-ketel. Waarom dat zo is? Nou, heel simpel. Dat is omdat je met deze superslimme Hybrid Plus warmtepomp in stappen kunt verduurzamen. Je begint gewoon met de aanschaf van een Hybrid Plus warmtepomp. Die kun je perfect combineren met je huidige cv-ketel. En later kun je diezelfde Hybrid Plus warmtepomp dan gebruiken voor een compleet elektrische oplossing. Dus zonder cv-ketel en gas. Kijk, in stap 1 zorgen de Hybrid Plus warmtepomp en de cv-ketel samen voor de verwarming van de woning. De huidige cv-ketel levert hier ook warm tapwater. De cv-ketel draait niet constant op volle toeren, maar wordt alleen geactiveerd bij lage temperaturen. Dat is wel zo duurzaam. In stap 2 zorgen de Hybrid Plus warmtepomp en de cv-ketel ook samen voor de verwarming van de woning. Maar zoals je ziet is er een duurzame stap vooruit. Want nu stuurt de Hybrid Plus warmtepomp een boiler aan voor het warme tapwater. En natuurlijk draait de cv-ketel ook hier niet constant op volle toeren. Die wordt weer alleen geactiveerd bij lage temperaturen. Met stap 3 zijn we weer een duurzame fase verder. De Hybrid Plus warmtepomp zorgt hier met de cv-ketel nog altijd voor de verwarming van de woning. En de Hybrid Plus warmtepomp stuurt ook nog altijd een boiler aan voor het warme tapwater. Maar het verwarmingssysteem krijgt nu een duurzame upgrade naar vloerverwarming en of lage temperatuurradiatoren. Ook kan de woning nu worden nageïsoleerd. Met stap 4 zijn we er bijna. Om zo energiezuinig mogelijk te werken, worden de installatie en de Hybrid Plus warmtepomp nu nauwkeurig op elkaar ingesteld. Zodat de cv-ketel niet langer nodig is. De Hybrid Plus warmtepomp neemt nu alles over. Verwarming met vloerverwarming en lage temperatuurradiatoren. En zorgt ook voor warm tapwater. Zo kun je in 5 stappen compleet verduurzamen. Wanneer stap jij over? Panasonic. Heating and Cooling Solutions.